Dit is Papa Alfa van Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 15 juni 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Verdikken, maar heb ik het verkeerd opgeschreven? Ik mag me vandaag niet verspreken. Dat wil zeggen, ik kan de uitzending niet overdoen als ik dat doe. Want ik ben een beetje laat. Maar goed, het zal wel lukken. Vandaag is er een morse en een historisch SSTV plaatje. Zoals gewoonlijk onder andere op de smartphone te ontvangen. Gewoon met de microfoon via Android met de app Robot 36. En via iOS met CQ SSTV. De website Media Magazine meldt dat er tot nu toe totaal 36 aanvragen bij AT zijn binnengekomen voor de laagvermogens AM regeling. Voor 1 watt zijn er 7 aanvragen en voor de 100 watt versie met de tijdslots 29 aanvragen. Er zijn geen aanvragen voor evenementenvergunningen binnengekomen. Deze week is AT begonnen met het uitgeven van vergunningen voor de middengolfband Nieuwe Stijl. AT is verder niet van plan om een overzicht van uitgegeven vergunningen voor deze categorie op haar website te plaatsen. Met dank aan Simon die me op dit onderwerp wees. Agentschap Telecom heeft gisteren haar jaarlijkse staat van de ether uitgebracht in een, vind ik, lastig te lezen interactieve online versie. Voordeel is wel dat er ook video is toegevoegd. Op een tablet zal het best goed werken, maar met een muis op de PC is het lastig schuiven met de panelen. Ik citeer de website. De vraag naar snelheid, capaciteit en bereikbaarheid van ons telecomnetwerk is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. De telecommunicatieketen groeit en vergunninghouders besteden specialistisch werk steeds vaker uit. Dit kan leiden tot misverstanden over aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden. Zo stelt AT in haar jaarbericht over 2015 dus. De vraag naar snelheid en capaciteit op het gebied van telecommunicatie blijft toenemen. Het agentschap signaleert dat operators als reactie daarop investeren in hun netwerken. Om meer capaciteit te kunnen bieden hebben zij de laatste jaren veel straalverbindingen vernieuwd of vervangen. Peter Spijkerman, directeur, hoofdinspecteur van AT... Volgens Peter Spijkerman, directeur hoofdinspecteur van AT, zijn de mogelijkheden van telecommunicatie de afgelopen jaren explosief toegenomen. Dit vraagt volgens Spijkerman veel van het telecomnetwerk. Nederland heeft een robuuste telecominfrastructuur die een stevige toename van dataverkeer gewoon aan kan. Doordat operators blijven investeren in hun netwerken, blijven vraag en aanbod met elkaar in de pas lopen. Al dus de directeur hoofdinspecteur. Vergunninghouders besteden hun frequentieplanning of installatie en onderhoud van apparatuur steeds vaker uit aan gespecialiseerde bedrijven. Deze bedrijven leggen technische installaties aan of programmeren zendapparatuur. Dat ontzorgt de vergunninghouders, maar kan ook leiden tot misverstanden over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Peter Spijkerman zegt hierover, de vergunninghouder blijft te alle tijden verantwoordelijk voor zijn frequentiegebruik en het naleven van de vergunningvoorwaarden. Mochten daar misverstanden over ontstaan, dan zullen we hem daarop aanspreken. Vorig jaar heeft het agentschap een beeldvormend onderzoek gedaan naar het frequentiegebruik van 26 zogenaamde BRZO-bedrijven in het Rijnmondgebied. Dat zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. En de gevolgen van onzorgvuldig frequentiegebruik die kunnen bijzonder groot zijn daardoor. Ook voor de omliggende regio's. Bij 21 van hen zijn overtredingen geconstateerd, variërend van afwijken van de vergunningsvoorwaarden tot illegaal frequentiegebruik. Bij gecontroleerde bedrijven bleek weinig frequentiekennis aanwezig te zijn. Dit jaar zal AT het belang van zorgvuldig frequentiegebruik binnen de BRZO-sector onder de aandacht brengen. Op de website van AT staan voor de betrokkenen een aantal tips waarmee bedrijven kunnen nagaan of het frequentiegebruik binnen de eigen organisatie goed is geregeld. De kans is niet zo groot dat het signaal van het baken in Nederland wordt gehoord, maar onmogelijk is het zeker niet. In Kaapstad in Zuid-Afrika is een nieuw 2 meter baken in de lucht gekomen. Baken heeft als roepnaam Zulu Sierra 1 Tango Whisky Oscar en zit op 144,435 MHz. Het baken staat op een hoog gebouw in het centrum van de stad. Zendvermogen is 20 watt en de antenne is een 5 elements Yagi, horizontaal in noord-noordoostelijke richting. Niet echt richting Nederland dus, maar je weet tenslotte nooit. RadioTVNederlands.nl meldt trouwens dat Atlantis Radio 1521, volgens mij was dat eerst een piraat, een van de aanvragers voor een middengolfvergunning is. En dat de zender vanaf vandaag haar vergunning van AT hoopt te ontvangen, of op vandaag. Voor een frequentie van 1395 kHz op de middengolf. Het station heeft zijn naam daarom veranderd in Atlantis Radio 1395. De zender zal vanaf aanstaand weekend op die frequentie in de lucht komen. Eens kijken wie het station het eerst weet te ontvangen. Het station is officieel pas op 3 juli geoopend worden. En het is een Golden Oldie zender. Website van het station is atlantisradio.eu zonder streepjes.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Woon jij al lang in de Havermoutstraat? Hoe kom je erbij? Ik woon niet in de Havermoutstraat. Ik woon op het Cornflakespad. Oké. En waar woon jij dan? Ja, in de milkshakebuurt. Op het banaan met ananaspad. Nog problemen met plaatsen van antennes daar? Helemaal niet. Ik heb de antennemast wit met een rode spiraalbies geschilderd. En er zit bovenaan een knik in. Tegen de buren heb ik gezegd dat het een rietje is.